55-plussers in Apeldoorn bewegen zich amper op de woningmarkt. Landelijk gezien manifesteren de 55-plussers steeds meer op de woningmarkt. Op dit moment is dat een toename van ruim 14%. Hoewel er in Apeldoorn relatief veel 55-plussers wonen, is die trend hier amper waarneembaar. Dat zeggen tenminste de hypotheekverstrekkers in Apeldoorn. De landelijke cijfers zien we dat inderdaad terug. Voor Apeldoorn blijkt dit nog niet. Dus wij lopen wat dat betreft misschien nog een klein beetje achter de muziek aan. Maar dat hebben we vaker gezien, ook in het verleden. Dus wij verwachten wel dat die ontwikkeling zich ook wel naar Apeldoorn gaat vertalen. De toename van de 55-plussers op de woningmarkt is groter dan bij jongere mensen. En dat is opmerkelijk. Ja, dat is een wat groter percentage. En wij zien toch dat de 55-plussers wat dat betreft wat actiever worden op de woningmarkt. Wij denken dat dat enerzijds komt doordat de woningprijzen weer gestegen zijn en ze op een acceptabel niveau zijn gekomen. Dat ze zeggen, we willen nu toch gaan verkopen en een move gaan maken naar een kleinere woning in het centrum, in de stad, dicht bij de voorzieningen, cultuur, zorg. Wat kleiner wonen omdat de kinderen de deur uit zijn. En dus al die ontwikkelingen samen brengen dan toch dat mensen boven de 55 nu de stap gaan maken. Opvallend is dat de 55-plusser niet meer de rust opzoekt, maar nu eerder naar de stad toe trekt. Landelijk wonen, dat blijkt niet uit onze cijfers, dat mensen die kant op gaan. We zien wel de trek naar de stad toe. Wat ik zojuist al zei, dat mensen dichter bij de voorzieningen gaan wonen. Denk aan winkels, denk aan zorgvoorzieningen, dichter bij de kinderen. Gewoon lekker in de stad, waar ze eventjes naar buiten kunnen lopen om lekker op een terrasje te zitten. De gunstige hypotheekrente, maar ook de hoge huurprijzen zorgen ervoor dat de 55-plusser nu eerder een woning wil kopen. Wat zijn dat voor mensen, die 55-plussers? Zijn dat mensen die al een woning hadden of zijn dat ook mensen die echt starten? Nou, dat is op zich wel grappig. Een fors deel heeft een eigen woning, maar we zien ook een toename van het aantal starters op die markt. Dus 55-plussers die voor het eerst een woning gaan kopen. En dan moeten we denken aan een huurwoning die te koop wordt aangeboden door de woningbouwvereniging aan de 55-plusser. Maar ook wel dat de 55-plusser zegt van nou weet je, de huren die blijven doorstijgen. We hebben de rente is laag, de hypotheekrente is natuurlijk historisch laag. En we kunnen wellicht voor hetzelfde geld kunnen we een woning kopen op een plek die ons beter past voor ook nog lagere maandlasten. Om op oudere leeftijd een hypotheek te krijgen blijkt minder lastig dan wordt gedacht. Heel veel mensen die denken dat op het moment dat je boven de 50 komt dat een hypotheek verkrijgen lastig is. Dat is niet in alle gevallen zo. Tuurlijk zijn er wel richtlijnen waar we aan voldoen moeten. Maar het is zeker mogelijk om voor een 55-plusser ook een hypotheek te krijgen. Ook als je met een wat slechtere gezondheid zit. Vaak horen we overlijdensrisicoverzekering is een probleem. Nou, er zijn ook binnen ons assortiment van de hypotheker hebben we ook banken die genoegen nemen zonder overlijdensrisicoverzekering. Dus we hebben absoluut mogelijkheden. Hoe het komt dat de 55-plusser in Apeldoorn zich nauwelijks begeeft op de woningmarkt, is niet duidelijk. Hoewel er binnen de gemeente Apeldoorn heel veel snackbars en cafetaria's te vinden zijn, komen zij niet voor in de top 100 lijst van de beste patat in Nederland. Dat blijkt uit de lijst die het horecavakblad Miset maandagavond publiceerde. De provincie Gelderland doet het overigens niet slecht, want de provincie wordt met 15 plaatsen op Zuid-Holland na met 28 plaatsen het meest vermeld in de lijst. Het beste patatje in Gelderland vindt u in Bemmel bij eetwinkel Polly. Maar voor het allerbeste patatje moet u helemaal naar Oosterwijk afreizen, naar eethuis De Lint. De ranglijst van de beste cafetaria's wordt jaarlijks samengesteld door snackcourier.nl. Morgen is het wisselend bewolkt met eerst buien, daarna wordt het droger. De wind is matig tot krachtig en het wordt rond de 12 graden. In de avond en nacht wordt het helder en droog, het koelt dan af naar ongeveer 6 graden. Donderdag kan er een buitje vallen, vrijdag is het droog, het wordt dan rond de 12 graden.